Hey, recording live from East New York, Brooklyn. We're gonna wrap Brooklyn this year up in 5, 4, 3, 2, 1. Shit happens, niggas want me to talk about it. They love gossip, bitches want me to talk about it. It's all over the gram, so I'ma talk about it. You heard what happened, niggas want me to talk about it. Shit crazy, niggas want me to talk about it. Yes, 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 yes. Welkom bij de laatste aflevering van Dem Talks in 2020. Mijn naam is Damien Menso en ik ben met Todd de Steen Aqua, Cerezo, Irvin, Jama. Get fit with you, ik ga je gewoon zeggen. Oh, dat gaan we. Get fit with you. Yes, en we gaan het jaar afsluiten. Waar gaan we beginnen? Januari, zeg je eerlijk, was een zware maand voor mij. Ten eerste gewoon het nieuwe jaar in. Ik zat een beetje in het dip. En toen kwam het nieuws dat Kobe Bryant was overleden. Ik denk dat iedereen dat wel heeft gehoord. Dat is al zo snel. Ja, maar het was januari. Bijna een jaar voor. Ja, man. Ja, maar het was januari. 16 januari. Wauw, het is echt para, man. Ik zeg het je. Dus, en ik weet niet, het was gewoon ten eerste, Kobe Bryant is een held voor mij. Je toch persoonlijk een sportheld. Ik keek naar die man op. Zelfs toen ik nog niet echt basketbal volgde zoals nu. Kende ik Kobe. Kobe en Shaq. Dat was je toch die hele combo. Mm-hmm. Lakers, je is van Ai. Die gele oudje, Kobe. Ja man. De laatste jaren begon ik hem steeds meer te volgen. Begon je ook een beetje, je toch, in zijn mind te kijken van hoe zijn mentaliteit was en zo. Ja. Dacht ik van ja man. Sterke mentaliteit man. Zo. En hij is zijn dochter, rest in peace. Dat was, was een zware dag voor mij, man. Zeg je eerlijk, kijk, mensen hier toch kunnen het een beetje zien als, ja, het is toch een celeb. Waarom doe je daar zo moeilijk over? Waarom raakt het je dat? Waarom raakt dat je zo? Jij hebt dat ook, man. Ja, maar ik... Ik heb dat nog nooit gehad. Nee? Nee, dat een bekende persoon echt impact op mij had. Niet impact, maar dat gewoon de dag gewoon anders was. Ja. Nee, ik was bijvoorbeeld bij de kill van Black Panther. Ja, ik was even gechoqueerd. Mm-hmm. Shit, serieus? En toen ging ik gewoon verder met ik had, ja, ik had dat, dat Paul, had ik ook, maar niet dat ik het dacht in moet. Ja? Ik had met Paul Walker bij, ik dacht toen dat hoorde bij. Ik was altijd even een shock. Verschoveur is een dacht ja, maar toen dacht ik wel van, hey, oh, zo ik hoorde. Ja, man. True. Met Black Panther ook dit jaar. Wow. Hij staat dood uitgedaan. Fast and Furious 9, zo. Binnenkort. Helemaal. Ja, maar 9 binnenkort toch? Oké, stop aan. 9 en dan komt 10 ook nog. Ja man, en dan is het klaar toch, zeggen ze. Ze hebben nog een spin-off. Het was eerst zeg maar dan 1 hoorde bij 2. Ja. En 3 bij 4, weet je, dat soort dingen. Maar nu 9, welke film dan? Bij 8 toch? 8, 7, dit zijn allemaal hetzelfde ongeveer. Je ja, 6, 7, 8. Klopt niet, maar ik vind niet meer. Je ook nog die spin-off. Of zo. Toen hij was overleden, dacht ik van oké, ze gaan niet stoppen. Maar toen was het echt, op een gegeven moment kwam ze bij een soort werwaarts. Ja, ik dacht dat was het echt een doel. Ja, zo waren gestopt, perfect. Als je weet hoeveel money zou maken op die films. Dan zou je niet denken van, stoppen. Die producer zegt sowieso van, volgende. Ja, maar ik denk dat hij ze had dan een spin-off gemaakt. Dat zijn ze nu aan het doen. Echt hetzelfde. Met die Hobbs & Shaw. Die was een kak. Ik heb niet gezien, man. Ik vond het waar. Ja? Ik vond het waar. Maar goed door Idris. Nou, ja. Hij was een soort Iron Man. Maar spreek op voor wat je zegt. Ja, man. Maar vergelijken met die andere, die eerste drie, dan zou je wel denken van, dit zit veel fictie in, man. Ja, man. Allemaal, ja. Maar de eerste en de tweede heb je realistisch. Ja, true. Maar vanaf 5, ben je klaps ook. Toen is van die ene auto op die andere auto sprong om die chickie te vangen en zo. En hij bleef ongedeerd. Ja, allee, hij had een beetje pijn aan zijn rug. Maar welke? Ik weet niet meer welke het was. Maar er is een moment. Ik ga het nooit vergeten. Ik dacht van mezelf. Ik zat in de buurt van. Wat zie ik? voor mij was het. Weet je wat ik ook weer? The Rock. Weet je wat ik bedoel? Hij zit op die pick-up zo. Oh nee, die vliegtuig. Nee, wat een helikopter vast. Ja, ik hoor het. Ja, niemand. Ja, niemand. Ja, echt. Maar een helikopter. Ja, helikopter. Ja, dat is wel echt. Ik
Hij maakt zulke films. Ja, hey, ja. Maar daar kan ik dan ook niet tegen, man. Hoe te veel? Is het zo? Maar je wordt wel zo De Rock, ja, man. Hij is groot, maar. Jij bent de sfeer. Bro, een helikopter. Met één arm broer. Eén arm met die andere. Dat probeer ik. Helikopter. Mag gelijk mee, man. Gelijk mee, boys. Gelijk mee. Hey, boys. We gaan door naar februari. Gewoon hebben we dit lachend afgesloten. Terwijl januari was echt zwaar, man. Maar het is goed. Positiviteit. Wat ik me dus afvraag. Ik heb vroeger heel veel dingen gekeken. Simpsons. Hey, ik weet waar je van gaat. Maar, over sommige dingen denk ik van mezelf van, hey. Kan niet zomaar, hè. Kan niet zomaar. Maar heel veel wordt ook laag geanimeerd. Ik weet precies wat je bedoelt. Ja, maar die Kobe, die was er al laatst. Ja, die was er al. Die was er al laatst. Dat weet ik niet. Of dat Donald Trump president werd. Ja, precies dat. Toen ik zag, eerst op zin, ging helemaal tegen Donald Trump nooit president worden. Ik hoor je, het is parang. Hoe kan dat? Ja. Komt net ook in de Sims? Kan de Sims ja, dat komt bij ons. Ja, ja. Gewoon een helikopter scène. Zie Kobe erin, zie je maar gewoon doodgaan daar. Nooit. Ja, man. Ik ga het opzoeken, man. Lijf. Ja, in de Sims. Ja, gewoon dit. Hij gaat gewoon dit. Is apart, is toch een lijf? Dat is wel echt lijf, man. Wat zeg je met Kobe tegen de Sims? Je lacht nog, je denkt, ah, dit is dan. Nu gebeurt het wel echt. Donald Trump is president geweest. Maar wat gaat nu gebeuren dan? Nou, we gaan gelijk voorbereiden toch? Wat gaat bro, ik weet het niet. Ik kijk niet meer naar de Simpsons. Als je een paar nieuwe dingen hebt, tot. Boys, dit gooi je niet. Voor de pas. Simpsons. Oké, februari. Februari, kosten maand, Black History Month. Ja, man. In ieder geval, je bent laat. In ieder geval, hij is nooit te laat. Niet te laat dan. Hij is nooit te laat. Niet te laat dan nooit. Precies. Okay. In ieder geval, zit het dan. In ieder geval, ook weer een tragisch verlies. Pop Smoke. Is dat ook bijna Taya? Is februari, bro. Ik snap helemaal niks meer, man. Ja, ja, het is te snel gegaan. Ik wil een hele dag op zijn zadel. Wanneer dacht je dat het was dan? Jij dacht zomervakantie. Ik dacht maart of zo, mei. Nee, man. Die man was februari, man. Dit was gisteren, broer. Dat hoorde ik snap niks, man. Hey, maar ik moet jullie zeggen, Pop Smoke. Upcoming, man. Die man wacht op en hij zal echt een ster. Hij is al een ster, eigenlijk. Hij is een ster. Bro, die man. Zijn album. Een van de beste albums. Ik denk top 3 album dit jaar. Ik denk niet dat dit album was gedropt als hij nog zou leven. Nee, dat sowieso niet. Dus dan weet je niet of het zo aan zou zijn. Er was een versie op Facebook. Een uncut version van Dior. Die was die ging kwijt. Ik heb die ook gehoord. Die first ging echt kwijt, man. Had hij andere wow. Ja, 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 ja. Die beat stopte, zeg maar. Dus toen hij klaar was met die first, toen begon Dior, zeg maar, die tune. Wat? Als je dat hoort? Maar weet je wat? Dat make-off en is man talent. Ja, die man. Wauw. Terwijl, ik zeg je eerlijk, die eerste twee mixtapes, die Midou, ik hoorde bij een paar tunes, hoorde ik zeg maar die potentie wel. Ja. Maar ik dacht ook een beetje, je toch? Maar hij was toch niet, hè? Of beat, maar hij was echt net begonnen. Ja, hij was van rauw, man. Dat kan super rauw. En die welcome to the party, toen hij kwam. Zijn stem was stout, man. Zijn stem was stout van, hé, blijf gewoon hangen. Man was. Precies, en had die ad-libs, had gewoon bepaalde dingen die van hem die dansie, die dansie. Ja, die dansie. Gaat niet alleen YouTube, die woe. Wie is zijn broer hier zo? En dat de oude liedjes ook weer terugbrengt. Ja, maar dat. Van 15. Maar en dan denk ik mezelf van, hij kon rappen. Ik kan ook gevoelig op je komen. Ja, maar dat is van jou. Hij kan moedswings doen. Hij kan moedswings doen. Hij kan moedswings doen. Ja, man. Hey, wat? Hij gaat zo van Fresh Montana met Pop Smoke. Is het goed? Is pas gedropt. Je hoort daar ook dat die first, zeg maar, zo is geplakt, zeg maar. Pop Smoke maakt niet toe, man. Maar Fresh komt echt meer. Ja, ik vind Fresh een Ik vind Fresh niet zo. Ja, hij doet als Pop Smoke. Ik vraag me af hoe het is. Dat, stel je voor, Fresh die maakt een tune, zeg maar. En hij denkt van, hé, welke man zou ik eigenlijk willen hebben op deze beat? En je wordt gekild op je eigen beat. Ja, maar weet je het eerste? Wat ik bij Fresh heb gezien, dat maakt hem niet uit. Want hij krijgt al die... Ik denk ook dat hij krijgt al die... Maar gekild. Dat is van de eerste die pop. Bro, ik hoor je. Unforgettable, toch? Ja, French. Ja, hij maakt ook niet bij Unforgettable. Nee, hij maakt niet. French, hij legt gewoon een beetje in dat Swaley. Iedereen denkt zo, maar het is French tune.
En hij krijgt aan de deal. Maar echt, als dat er niet was, was het zo niet. Nee, man, ik luister naar een fans die Joe eigenlijk. Maar snap je? Iedereen kent ook alleen die hoek. Maar die Spurs fire, niemand kent het. Maar ik denk dat het wel zijn bedoeling is om voor je money te gaan in plaats van. Ik sta bij vandaag. Als rapper moet je een beetje weten, toch? Dat is Taliban, zeg maar. Dat is niet zo. Dat is niet zo toen hij in die game kwam. Nu is het gewoon van, hey, mijn pap is mijn pap. Dus ik denk van, ja, jij komt hard. Jij zorgt voor views. Wie is op het moment heet? Wie heet is? Kom. Ja, dat is Lil Baby toch? Lil Baby op elke tune. Ik ben Ramsey. Ik blijf van mening. Zijn naam kan nog steeds niet. Maar ik zeg het elke aflevering. Ja, maar eigenlijk wel. Baby. Je bent Lil Baby. Ik drink op een tune. Nee, maar broer. Een baby is al little. Maar die tunes zijn groot. De tunes zijn groot. Ik snap het niet. Hé broer. Hij heeft een naam. Maar denk je dat het voor klein staat? Maar broer. Wat is het voor een gangster? Is een soort... Broer, ik weet niet. Maar denk je dat het voor klein staat? Ik denk het wel. Ja? Voor mijn kleine baby. Is dat klinkt toch dom? Als je zo ontleed wel. Ja, zo ontleed kleine baby. Daar, ik denk dat het iets anders staat. Ik denk dat het iets anders staat. Ik kan me niet voorstellen. Kleine baby. Maar dan kan je zo over meerdere rappers kijken. Ja, de baby. Yeah. The baby. Yeah. Maar de baby is nog gewoon... En hij begon als baby Jesus. Kijk, maar dat is beter dan Lil Baby. Ja. En dat is wat je bent. Ik ben die echte baby. Ja, jij bent die baby. En Lil Baby is gewoon... Jij bedoelt van die tune, designer. Die tune. Ja, kan wel. Van die tune. Another man. Ik heb geen set op man. Designer. Album. Ik heb nog niet van. Ik wil ook nog niet van Davido luisteren. Of voor die, oké, Davido. Davido. Heeft heel gedroomd. Ja, man. Ik vond het niet echt. Ik heb niet van Whiskey gehoord. Ja, sinds hij nu bezig is, die man doet gekke dingen. Whiskey. Lang bezig. Nederland is hier ook in. Ja, hier in Nederland. Is ook met een Lil Kleine bezig, toch? Ja, maar dat hoef ik niet. En hoe ga je dan? Ik vind het best tof. Ik voel het. Maar het is waarschijnlijk zijn Lil Kleine Whiskey weer flex. Ja, het is een flex, maar het is nieuw. Ik snap het vanuit Whiskey's kant. Want ik denk niet dat Whiskey Lil Kleine op zijn album zou zetten. Maar ik denk dat Lil Kleine wel Whiskey op zijn album zou zetten. Dus Lil Kleine is hier toch aan buien. Ik kan me dat niet voorstellen. Ik had een Whiskey op een Asanto tune of zo. Broer, hoor je een Lil Kleine? Ja, ik vind het iets nieuws. Je bent dansie. Feiten, maakt niet uit wie hard is. Maar wij gaan niet voor je liegen. Next. Als Lil Baby zijn tunes beginnen af en toe te horen, dan denk ik van, fuck met dit. Maar daarna hoor je die man. Deze keel super fan, toch? Hij is super fan, hè? Ja, man. Lil Baby kan niet fout, hè? Ga naar de DJ, die man. Maart. We zijn nu in maart. Oké, in ieder geval. Derde maand. Lockdown. Corona. Corona was heet. Land ging dicht. Alle landen, de wereld ging dicht eigenlijk. Maar nu is zak wat plat en zo. Wat gebeurde? Waar waren jullie toen jullie het nieuws hoorden? Want ik was aan het werk. Ik was thuis, man. Ik ook thuis, man. Nee, ik was net geknipt zelfs, man. Was de laatste knip, man. Was de laatste knip, ja, man. Ik was in Singapore, man. Maar prima. Voor de opstap in Nieuw-Zeeland, man. Je was niet blij daar, hè, Singapore. Singapore was gewoon nice, man. Dat was gewoon normaal. Ik kom hotel binnen, gewoon met een temperatuurmeter. Chip. Op je hoofd. Ik zei gewoon, ah, no Spanje, jij kan gewoon bij. Ja, man. Dus hadden nog niet chappen. Ja, druk, zeg maar. Maar vang eraan. Als je te hoog was, broer, zou dat je echt bonken. Ik weet niet, maar ik kan gewoon vrij van jou. Ja, dat je echt kan. Ik kan gewoon vrij. Chip, no Spanje. Ik voor mezelf, ik ben niet ziek, niks. Dus loop te chappen. Krijg je appje van die trainer, joh, onze kondre gaat op lockdown, dus ik weet niet of je binnen gaat komen. Wauw. Nou, was het maar, ga ik van Singapore naar Nederland of ga ik gewoon die risico nemen? Dus kreeg ik van de vliegtuigmaatschappij, richting dingen. Nieuw-Zeeland.
Ja, kreeg ik een mail volgens mij. Ja, jullie zijn de laatste die in het land nog binnenkomen. Ik was allemaal mijn wife. Bam. Touchdown, Nieuw-Zeeland. Ik kom in Nieuw-Zeeland, ze is eerst 2 weken in quarantaine. Dus ik kom daar, na 3 dagen, 4 weken lang lockdown. Ik was daar. Toen zeg maar echt lockdown kwam en mensen moesten thuis blijven en zo. Mm-hmm. Toen eigenlijk werd de wereld beter. Ja, de wereld herstelde zichzelf. Het herstelde zichzelf. Het werd schooner, apart. Wij, gewoon apart. Nee, ik bedoel van apart wat wij als mensen als waren gewoon met de wereld doen. Oh, ik hoor je. Dus niet apart. Dat vond ik best wel grappig. Om te zien van, wij gaan eigenlijk zeg maar... In 2 weken of zo. Wij gaan eigenlijk gewoon kapot aan. De mensheid verdwijnt eigenlijk heel langzaam. En de wereld alleen maar beter. Ja. Dat is toch raar. Maar dat is het wij zijn ongedeelde wereld. Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Even pissen deze wereld. En laatste vraag. Wanneer denken jullie dat deze lockdown of je toch de COVID-fase, wat het ook is, hoe het ook noemt. Ik denk nog een tijdje door. Hoe lang? 2024, 2023? Nee, wanneer? Ik denk eind 2021. Eind? Ja, maar hoe denk je dat gaat eindigen? Ja, maar ik las in de AD dat die vaccinen weer is teruggestuurd. En dan? Met andere woorden, en toen stond er dat het waarschijnlijk eind 2021 weer wordt geleverd, dat vaccin. Met andere woorden, moet het weer getest worden en dan moet het weer goedgekeurd worden. Of het moet goedgekeurd worden, dat weet niet gebeurt. Maar punt nu is, gaat iedereen het nemen? En hoe lang duurt het voordat iedereen het heeft genomen? Ja, maar wat ik dus wat dat ik, is mijn punt. Wanneer... Je hebt precies wat zeggen volgens mij. Zeg het. Wat wil je zeggen? Die vaccins toch? Mm-hmm. Hoe hebben ze het al zo snel geleverd? Dat is een hele goede vraag. Broer, wanneer is het COVID gekomen? Wanneer? 2019? Ja, Toen was het in december. Ja, het was blijkbaar COVID, maar in december. Waarom is het dan later pas in de rest van de wereld geconstateerd? Ja. En dan, dus zeg maar, het kwam in maart 2020. Mm-hmm. En ze hebben volgend jaar al een tegenmiddel. Of ze hebben het al. We gaan dit niet afmaken, want ik zeg je eerlijk niet. Veel te lang. Maar april. Je was? Hé, luister dan. Ik weet niet of... Nee. Luister dan, ik weet niet van jullie. Vroeg je slaap. Quarantine Radio. April. Sleep. Radio. Je weet niet van dat? Links. Huh? Zag Bill op Insta! Ik heb nog een paar filmpjes. Bill op Insta! Zag Bill op Insta! Wat is toch niet de enige wat in april is? Jawel! Dat is het enige wat ik weet. Het enige wat ik weet was... Sorry, Boosie kwam. Hij kwam op Insta en zegt... Put your pussy in your life, I give you $1,000. Toen dacht ik, yo. Toen zag ik, zijn live. Toen dacht ik, yo. Wat is dit? Ik zag, hij gaat live helemaal met de chicks. Helemaal. Ik dacht, helemaal. Ba? Ja, oké. Dat was horse, hè? Pardon? Ik schrok. Ik heb misbeloofd. Ik speelde FIFA en keek die live. Ik accept dat, hè. Ik speelde FIFA en keek die live. Dat was je echt. Mijn oog was daar. Ja, ik was het niet bedoeld. April was meer een warzone man, denk ik, man. Warzone, wat is daar gebeurd? Call of Duty. Je moet beseffen, in Nederland, hij ging zeg maar laat live toch? Dus Tory Lanez en Boosie gingen laat. Bro, soms ik word wakker, ik check gewoon mijn. Die man is nog steeds live!
Laat me je uitleggen. Het is een platform voor zeg maar ZZP'ers. De plak. Je hebt mensen die voor zichzelf willen aanbieden en dan is dat een platform waar je content naar buiten brengt. Maar aangezien nu het al was lockdown, nu het al waren geen hoe, je kon niet meer naar de boeren, je kon niet meer naar de striptent, dus wat gingen ze doen? Ze gingen video's maken van hey, action is hier! En dan moet je subscriben op die pagina, dus je moet subscriben. En dan krijg jij die money en dan maak jij hier toch wat je wil maken. Je kan ook een OnlyFans maken als fitness instructeur. Precies, elke June kan je. Maar ja, porno-industrie is high level. Ja, wat? Ja, maar ook gewoon voeten. Ja, man. Veel guys met voeten fetish. Ze betalen voor 20 euro dat jij een pik kan sturen van je voet. Hey, wat voor voeten? Een voet? Ik wou bijna mijn voet gewoon achter. Hé, hoe smeer je voet zo? Ik wou wel scheren, broer. Hé, met die verdeeld, ik zou ze scheren, man. Maar ik hoor je, ik zweer. Ik dacht gewoon, ik zou mijn hele voet kapot gemaakt. Dat was niet waar. Dus de maand was, OnlyFans, ja. En Warzone. En Warzone, ja. Voor mij was de maand april wel een verschil met mijn neef, hij is er niet meer, Tyro, rest in peace. Rest in peace. 15 april, ik ben nog in de avond, 11 uur s'nachts, 11 uur in de avond, mijn neef belt me blij. Althans, ik reageer blij. Oh fuck, al lang niet gesproken, bam. Yo, hoor ik op achtergrond, hoor je gewoon deze. Hé, hey, Sarah weet nog niks. Krijg ik opeens het nieuws. Je neef is overleden gewoon, en dat is de andere kant van de wereld. Dus voor mij is het maand april, weet toch, Warzone, leuke dingetjes meegemaakt, kort in radio, super grappige dingen, maar... Maar dit was serieus. Ja man, 15 april, Thai, rest in peace. Ik moest even naar voren brengen. Ja, zeker. Ja man. En kijk, moet ik helaas ook mij, ook depressief nieuws, George Floyd werd vermoord in mei. Waren drie of vier agenten die op hem zaten? Nee, hij kreeg geen lucht. Het was een Chinese tijdvlieger. Hij kwam te overlijden. Je toch, zijn heel veel dingen gevolgd. Daarna protesten, Black Lives Matter movement. Het kwam hier in Nederland, kwam in hoeveel verschillende landen? Stad vol. Ja man. Iedereen, ja. Zijn man. Wat? Wat, bro? Bro, wat? Kiwis? Hey, dat is wel snel. Dus Afrikaans ook, heel veel zijn Afrikaans. Jamaicanen ook, Jamaicaanse. Geen anti's en zo toch? Laten we zeggen, je hebt een community, dan geven ze gewoon per keer geven ze mensen 10 doezoe om iets op te starten. Te starten. Ja. Hey. Als je dat doet, is in een cirkel zeg maar. Dat is hard. En besef dat is hard. Dat is een rij, man. Besef hoe groot, maar besef hoe groot China is. Iedereen gaat zichzelf. Wij zijn egoïsten. Ik is niet opgeruimd. Hey, als jij nu 50 euro iemand moet geven om groot te worden, nee van de 10 zeggen nee. Wat zullen we doen? Als jij van elkaar 50 euro moet geven om groot te worden, nee van de 10 zeggen nee, man.
Vaak, ik moet eerst zelf groot worden, snap ik bedoel? Ja, dat, maar, als ik mijn mat die op banken kan geven en hij kan er iets mee doen, waarom zou ik het niet doen? Ja, maar ik kan die banken missen. Maar niet iedereen denkt zo. Hè? Niet iedereen denkt zo. Ja, okay. Ik denk dat 9 van de 10 juist niet zo denken. Ja, maar ik kan die banken missen, snap ik? Ja. Tuurlijk, heel veel mensen. Ja. Als je die kan missen, is broer, ja. Mensen buiten je kring ga je waarschijnlijk meer supporten dan mensen binnen je kring. Maar dat is eigenlijk... Raar dat het best is. Ik denk dat je matties gewoon denken van dat het een soort gewoonte is. Van je weet dat je het is normaal, ja, je weet het al. Maar doe je het echt? Doe. Dat is de vraag. Snap je? Dus misschien voor je matties zijn, je denkt van, kijk, hij heeft kleding, je toch? Hij bijvoorbeeld, hij maakt kleding. Jij als Mattie zijn er heel veel mensen denken van, hé hey, ja man, hey, toch dat je dat doet, dit en dat, geef me shit dan. Ja, ben je dan? Dat laat ik het zien voor je, dit en dat. Maar je niet zeggen van, kopen, juist. En dan draag je het, dan doe je eigenlijk hetzelfde. Maar je wilt die money niet doen. Mensen zijn niet zo, dat heb je. Ja, maar dat vind ik toch jammer, maar dan investeer je niet in je Mattie. Dat vind ik. Als jij een bedrijf hebt, en jij doet bijvoorbeeld iets, bijvoorbeeld je fitness toch? Ja. En je weet van, hé, jij bent bijvoorbeeld even duur als Basic Fit. Dan ga ik eerder naar jou dan naar Basic Fit, want ik ken Basic Fit niet. Ik hoor je. Ja, maar ik kan je denken dat 9 van 10 jaar. En ik ben ingenieur, in de zin van, omdat ik het gewend ben. Ik heb altijd, joh, Shaf, kan niet meer. 5% korting. Maar waarom? Maar het is gek, hè? Ik vind het gek dat je het zelf aanbiedt, man. Ja, maar. Joh, Shaf, bijvoorbeeld, hè? Shaf, kan niet meer. Eigenlijk moet ik het 50%. Ja, want andersom, snap je? Als je een Mattie meeneemt, 5%. Stel je voor, Samadhi gym dat fulltime, 4 keer in de week, 6 maanden lang. Dat vind ik als jij als eigenaar zegt van, hé bro, je traint best wel veel in één week, ik vraag veel van je, deze week, je traint met zoveel procent korting. Mm-hmm. Dan is het anders. Mm-hmm. Maar als jij van... Als je eerst die support hebt laten zien, ik ben een beetje space, maar weet je. Maar die nauwswaardig moet van hemzelf komen, man. Ja. Je komt eigenlijk al bruut, maar eigenlijk heb je gewoon die geschreven. Laat gewoon die hele mooi. Laat gewoon die hele, want je bent brutaal eigenlijk. Ja, man, ik ben brutaal eigenlijk. Ja, man. Maar zelf, man. Het is geen wat die meer. Ja, boys, jullie zijn echt grappig, man. Weet je waarom? We maken voor alles een goed gesprek en positief. Weet je hoe we zijn begonnen aan dit? George Floyd. Yo, kom op dit! Oh, I like it though, yeah. I like it. Maar, ik wil best wel inhaken. We beginnen naar Black, we beginnen naar Black. Ik denk niet dat we over dat willen praten. Ja, maar kijk. Onbewust. Zeg het maar aan. Mag ik vragen wie naar de dingen is gezegd? Naar protest in Nederland. Ik niet, man. Nee, ik ook niet. En ik denk dat het wel kwalijk was. Ik was nooit weg geweest. Maar, dus, als je protesteert, dan doe je het goed, hoor je me zeggen. Nee, ik vraag gewoon. Nee, helemaal niet zelf. Ik vraag wie is geweest. Ja, want ik heb heel veel. Weet je, afgelopen tijd heb ik even nagedacht over social media, of wat ik wil. Want die dingen die daar gebeuren, of dingen die worden gezegd daar. Is allemaal fake. Is fake. En dan gaat het je in een soort gewibbel brengen waar je gaat denken: van, hé bro, wat gebeurt hier? Dus wat op social media gebeurt. Mm-hmm. Is goed of slecht. Zeg. Ja, precies. Hoor je, ik hoor je. Mm-hmm. Dus heel veel mensen, protest. Facebook, ik ben hier. Als je niet bent, dan ben je een echte blakke man. Of Ja. Dat zie je ook heel erg. Maar als je zo niet bent, dan ben je daar om zeg maar te laten zien van, hé, ik ben zwart en ik laat het met trots zien. Je laat zien van, hé, ik kan laten zien van, hé, zo hoort het en jij doet het fout. Ja, precies. Snap je? Ja, klopt. Ik vind pas als je iets goed doet, als je andere mensen uitlegt wat fout is. Snap je? Mm-hmm. Dan doe je het goed. Hey, dat zijn dupe takjes. Maar dit is niet worden. Dit is serieus. Ik weet niet wat ik zei. Dit is wel met z'n haar. Ik probeer zeker niet te zeggen van als je daar niet kwam. Nee. Maar ik ken heel veel mensen die Blackout Tuesday meededen van, we posten niks, we nog steeds. Ja. Grote bedrijven, je toch zeggen van, we doen niks, maar wat doen ze uiteindelijk voor black people? Mm-hmm. Je toch? Laten we zeggen, je hebt een bedrijf als Gucci. Ja. Gucci, ze komen met die blackface, dit en dat. Je hebt verschillende bedrijven die eigenlijk niet echt openstaan naar black people, maar dan komen ze ineens met, Blackout Tuesday. Bro, het is gewoon een vrije dag voor jou, hoor. Ja. Voor ons gaat het gewoon verder, maar voor jou vrijdag en volgende dag kom je weer op werk, niks aan de hand. Hetzelfde, je hebt er even voorbij stilgestaan. Je hebt even één dag geen geld gemaakt. Ja. De rest van de dagen maken ze toch dubbel. Ik wou net zeggen. En zo,
dat gevoel heb ik ook met gewoon individuen. Ja, ja. Bedrijven hebben zelfs misbruik gemaakt van Black Lives. Zo, wat was een kill? Er was een donkere guy, hij geeft training, hij had een Black Lives Matter deal. 50% korting. Dus ik DM die man, ik zeg, hey bro, weet je wat Black Lives Matter voor staat? Lekker verstandig om het gewoon weg te halen. Ja. Gewoon zo. Ja, gewoon normaal. Direct weggehaald. Maar ik dacht eerst bij mezelf, hoe kom je daarop, broer? Wel lof? Dit is? Wel lof dat je hem gewoon... Zo heb je gezegd. Je kan hem openen. Bro, dit is eigenlijk... Ja, nee, maar het is niet zo mij. Niet zo mij dan. Maar zo je moet niet openen. En dat is dus... Maar besef al dat je dat denkt, broer. Voor buiten gewoon. Ja. Dus toen dacht ik al van, nee. Dat is dus waar ik houd van. Blanke mangst. Ja, gewoon. Maar we gaan een hele laatste zeggen. Of ik zeg maar, George Floyd bijvoorbeeld. En dan een deal bij wijze van. Bro, er staat echt niks, man. Can't be foodies. Yeah. Bijvoorbeeld. Ja, nee, echt, man. Als je dat beseft, denk je, ben je niet meer bezig. Veel merken trouwens, man. Ja. Toch in de zin van Black Lives Matter. Ja. Soort van hypings. True, ja, maar er zijn altijd mensen die willen capitalizen op Black Lives Matter. Bro, laten we zeggen, waar we net over hadden, Pop Smoke komt te overlijden. Je gaat iemand sowieso zien die komt met een hoodie met Rest in Peace Pop Smoke. Ja. En die maakt money op dat. Het is niet dat die money naar Pop Smoke gaat, zo'n familie gaat. Maar dat is altijd hij maakt die money zelf. Dat is altijd mensen die hier toch. Ik kan je ook winken, bijvoorbeeld als dingen mogen niet doodgaan. Michael Jordan. Dan gaat er toch maar Air Jordan komen. Ja. En Nike gaat er helemaal heen. Ja, prijs. Nike gaat zoveel money maken. Giftig. Terwijl eigenlijk, laat me het zo zeggen. Is het nog fijn? Jordan brand is van Michael Jordan, maar steeds. Ik dacht dat het hij heeft gebracht, man. Kijk je documentaire. Dus het is gewoon een samenwerking. Met Nike. Is van hem, man. Hij wilde eigenlijk een Adidas gaan. Toen ging hij naar Nike. Ja, gelukkig. Hij is een Air Jordan gemaakt. Ja. Van Nike naar Adidas. Hij wilde eigenlijk een Adidas. Ik dacht misschien Adidas ook eentje gemaakt, maar ik denk niet van Adidas Adidas was. Nike was kak. Nike was nergens. Dingens was aan. Conference. All-Star en ja. Ja, Conference. Als basketbal. Ja. Conference. Ja. Dat was die top. Dit is in de 80's, hè. Ja, dat was van die Pampers. All-Star. Ik heb een rare. Ik heb een rare pak in mijn hoofd. Ik heb een rare pak in mijn hoofd. Ik heb Last Dance gezien. Ja. Daar heb ik En toen kwam Jordan met Patta van Nike. Hij wilde daar helemaal niet tekenen, maar hij kreeg kapot veel geld voor. Die deal was hij was een rookie eigenlijk, klopt, weet je? Hij kreeg niks eigenlijk. Ja. Maar ja, hij ging brokken maken. Eerste jaar gelijk, hé. Maar wat pakte hij maar aan? Hey Jordan, ik wil het ook. Ik wil het ook. Om eerste jaar van 5 miljoen gemaakt. Maar hij was zo hard. Je kan hem dus gewoon praten. Ik moet het nog zeggen, man. Met al zijn fucking stem is abnormaal. Hij is ziek, maar deze man heeft al zijn geld verdiend. Ja. Jullie. Hebben jullie ook slapen? Ja. Ja, jullie was hetzelfde. Het is zeg maar ook die protest. Entanglement. Denk als ik dit kan, maar waarom lachen? Ja, waarom lachen we? Jij lacht? Hé, ik weet het. Ik weet het. Ik weet het. Ik zeg eerlijk. Ik ging eerst wel lachen. Ik zeg eerlijk. Ik ben op dit moment. Je mag geen uitleg van je toch? Black people wel altijd. Andere donkere mensen naar beneden willen halen wanneer er iets gebeurt. En ik lach niet eens om Will Smith. Ik wel even naar. Ik lach gewoon om die term. Hoe ze dat zijn? Die memes ging dood, man. Die kreende Will Smith memes. Shit. Terwijl die man was. Hij heeft volgens mij later nog gesproken over van, ik was niet eens aan het huilen, het was gewoon, mijn gezicht was gewoon zo. Hij was niet aan het huilen, maar die meme heeft het gewoon, ja. Memes zijn para, die van Michael Jordan ook. Ja. Die kreeg weet je hoe lang geleden dat was? Dat was 2008 of zo, hè. Ja, maar die is ook para. Ja, en is nog steeds. Maar wat vinden jullie ervan eigenlijk? Een entanglement? Of wat gebeurd is gewoon. Ja. Hoe zei het en hoe zei het naar buiten? Ik zeg eerlijk, ik kijk dat stukje volgens mij van, waar Will Smith zat met haar zit, ik voelde ze pijn, man. Maar om alles te horen. Wat zeg je? Om alles te horen gewoon. Ja, maar hoe hij daar gewoon zat en ze gewoon alles daar uitdoet. En ze zeggen gewoon alles alsof het niks is eigenlijk. Ja, maar dat is het. Het is gewoon van het goede. Maar ik zeg je eerlijk, 100 miljoen heb je gewoon.
toch? Maar die Tory gaat zeker. Kijk, natuurlijk, je voelt het nog steeds. Maar nu, je ziet mannen onder elkaar, dan krijg je dit. Ja, maar dat... Eigenlijk moet een vrouw zijn. Waarom heb ik dit zeg? Het heeft twee kanten, man. Will Smith had die tijd ook gewoon een chick. Waarschijnlijk wel. Een vrouw. Waarschijnlijk. Met wie jij gewoon... Het is Will Smith, come on, man. En ze waren uit elkaar. Als ze een lul trekken. Ze waren niet samen. Ze waren niet gescheiden, maar ze waren uit elkaar. Het is in principe gewoon separate. Wanneer je zegt het is klaar tegen ons. Ja, is wat je wil, toch? Maar dat is het verschil. En andersom ook. Ik vind, als je met elkaar bent getrouwd, je bent getrouwd, je belooft het aan elkaar. Goeie en in slechte tijden. Dat zijn ze ook. Ja, maar als je in slechte tijden een ander bedje gaat zoeken, moet dat blijven. Maar als je zeg maar... Kijk, ze waren niet gescheiden op papier. Nee. Maar ze waren gescheiden. Dus je bent getrouwd, zeg maar eigenlijk. Of ja, dat is kut. Ja, kijk, dus dat is trouwens. Gevoelsmatig. Ja, maar dan moet je scheiden. Volgens de wet. En dan denk je niet, kinderen waren al ouder. Dus dat heeft niets met de kinderen te maken. Dus waarom ging ze gewoon niet uit elkaar? Maar ze wilden blijkbaar wel proberen, maar niet proberen. Ik snap wat je zegt. Snap je? Ik snap wat je zegt. Snap je? Dit is een keer als een filosoof. Waarom moet je scheiden dan? Shakespeare. Omdat blijkbaar ze wilden niet meer samen zijn, dus dat is wat ik zeg. In goede en slechte tijden. Precies, dat dacht ik dus ook. Ja, niet zoals maar in slechte tijden hoef je niet uit elkaar te gaan. Hoeft niet. Je kan wel dus dat hebben ze proberen om te kijken of... Ja, ze zijn uit elkaar gegaan, maar je bent met iemand anders naar bed gegaan. Ja. Allebei, ja. En het zijn twee fouten dus. Maar, als je trouwt, staat er niet van, je mag niet met iemand anders naar bed. Nee. Daarom trouw je. Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen, als je trouwt, staat er niet. Nee, maar jij zegt dat. Dat vraag ik wel. Dus kijk, wat ik probeer te zeggen is, er was een slechte tijd en dat was hun slechte tijd. En nu zijn ze weer bij elkaar. Ze zijn niet aan een vraag stellen. Wat betekent trouw voor jou? Voor maar jou, ik weet het nog niet. Ik ben nog niet getrouwd. Dat zeg ik ook niet. Dus dan, nee, maar wat betekent voor jou dan? Daarom weet ik het nog niet. Trouw betekent voor mij dat jij een vrouw gevonden waar jij de rest van je leven wilt delen en je wilt geen andere vrouw meer. Maar dat kan je niet weten. Maar misschien wel in de trio. Dat vind ik toch. Dus, ja, nee, serieus. Ja, maar ik ben serieus. Misschien heb je zo'n freaky bruid. Ja. Nee, maar jij, hè. Ja. Praat over jou. Het zijn heel veel. Jij wil dus nooit een trio als jij een vrouw hebt. Als ik trouw. Ja. Jij wil dus een trio. Dit is het toch. En er komt een bed. Je toch. Nee. Een super smoothe vrouw. Jij gaat mij niet zeggen. Dat jij alleen. Kijk, luister. Trouwen betekent. Dit is paniek. Trouwen betekent. Dat heb ik voor jou, bro. Ik wil niet wat in het woordenboek staan. Ja, daarom voor jou. Trouwen betekent voor mij dat ik de rest van mijn leven met één vrouw deel. Oké, dat zeg ik dus. Als jij getrouwd bent, dus. Dan ben ik klaar. Dat wij niet zeggen. Dan laat hij op lockdown. Oké. Maar oké, mag ik iets zeggen? Ja. Jij laat hij op lockdown. Je bent getrouwd, toch? Wat je zegt, allemaal klopt. Ik weet niet wat je zegt. Maar misschien seksueel denk je van. Ik wil experimenteren. Maar dat betekent niet dat je niet samen bent met je partner. Ja, maar als je dingen wil uitproberen, toch? Mm-hmm. Betekent dat als je er klaar bent voor een bruiloft? Waarom niet? Waarom niet? Want je wil dingen blijven proberen. Misschien vind je het een beetje saai. Toch? Maar dan, waarom blijf je bij één vrouw? Waarom trouw je dan met haar? Ik bedoel, je zegt... Op dat moment. Ik ben al fout. Hoezo ben ik fout? Nou, niet fout. Je gaat al de mist in, zeg maar. Dus ja, fout wil je maar ik zeg, je ging wel de mist in toen je zei, je mag niks meer uitproberen als je getrouwd bent. Ik vind het, dat ben ik niet meer eens. Dus je moet alles eerst gedaan hebben voordat je gaat trouwen. Dus jij wil 80 of 90 zijn, alles gedaan hebben, dan wil jij pas trouwen. Bij wijze van. Misschien doe ik het voor mijn 30ste. En dan ga je... En jij denkt dus dat je alles hebt gedaan? Voor mijn 30ste. Voor je 30ste. Wat ben je nu? 28. Nee. 2023? Heb jij alles gedaan wat jij wil? Nou, misschien trouw ik niet op mijn 30ste. Nee, maar kijk, mijn punt is... Laten we zeggen, je trouwt, je bent 35 toch? Je trouwt. Oké, nu, je denkt op je 35ste, denk je... Oké, laat iets heel anders. Op je 18e, denk je nu hetzelfde als op je 28e? Nee. Oké, dus als je 35 bent en je trouwt, misschien denk je als je 45 bent, iets heel anders. Ja, precies. Dan scheiden mensen. Ja, maar misschien wil je niet scheiden, misschien wil je met hem blijven, maar je wil experimenteren. Dus je gaat uit elkaar. Ik heb het over de trio bijvoorbeeld. Ja, en als zij dat niet wil. Als zij dat niet wil, dan heb jij het weggehaald. Dan heb je een foutkeuze gemaakt dan. Maybe. Wat jij nu ziet. Kijk, en dan moet je scheiden. Kijk, als je dat met iemand toch,
dan, dat wil zeggen dat je diegene zo goed kent, dat jullie gewoon alles van elkaar weten, dat jullie gewoon eigenlijk één zijn, toch? Daar heb je ook in. Ja, maar je weet dat veel mensen zulke fouten maken. Ja, maar precies, dat is dus wat ik probeer te zeggen. Er zijn gewoon heel veel mensen die heel snel trouwen. Ja, precies. Dat zijn mensen, bijna de ja, dat zijn mensen dus die fouten maken. Ja. Maar wil jij trouwen? Ik, hè? Ja. Ja. Ik ga je vertellen waarom. Eerst wilde ik niet trouwen. Mm-hmm. En toen ging ik naar de bruiloft van mijn nicht. Mm-hmm. Vissaar. Maar wil je trouwen voor de bruiloft? Je baseert het op een vissaar? Nee, toch? Nee, laat hem uit. Laat hem Ik hoor je reactie. Nee, maar dit is... Fuck off, fuck met jullie. Sorry. Nee. Skip. Nee, we zaten man, familie daar, zijn familie, het was gesplitst. Mm. Toen zat ik daar, toen zag ik hem, hij zat gewoon, in de pak. Toen zag ik mijn nicht. Ik dacht, man, what the fuck? Is dit het gewoon van, gewoon de hele entourage, alles eromheen was zo prachtig. Dacht ik bij mezelf van, ja man, als dit het is, dan wil ik het ook man. Dat gevoel dat je daar krijgt. Het gevoel. Het gevoel van, hey, wow, okay, dit is prachtig. Oké, okay, maar het, je hebt het gevoel dat je daar, maar dat wil niet zeggen dat bij jou ook zo is eigenlijk. Snap je? Het gevoel wat je daar krijgt, maar niet zeggen dat je hetzelfde gevoel hebt. Maar hij wil dat gevoel ook hebben. Snap je? Wat als je dat gevoel niet hebt als je dan op een moment trouwt? Dan trouw je niet. Dan trouw je, dus ga je nee zeggen voor. Nee, maar als je trouwt met iemand. Dan doe je het met dezelfde bedoeling. Dat bedoel daarom, dan wil je dat gevoel dat je daar, die ze jou geeft, dat gevoel je voor altijd hebben. Daarom trouw je. En dan zie je haar, denk ik bij jezelf van wauw, dit is de vrouw waar ik lief ben op geworden, waar ik de rest van mijn leven wil delen en gewoon, ik wil haar kinderen geven. Ik wil met haar samen kinderen opvoeden. Je wil met haar goede en slechte tijden hebben gewoon. Ja, wat zij voelt, dat wil ik ook voelen. Entanglement sensor. Shut up. Dat is wat ik stel je voor je hebt dat. Want dat kan ook gebeuren. Wat? Entanglement? Ja. Heb ik het fout gedaan? Niet per se. Ik, je hebt een fout keuze gemaakt. Nee, ik heb in de zin van onze relatie is zo verslechterd. Dat gevoel dat ik haar gaf of zij mij, dat is sideways gegaan. En dat klikt niet meer. Dan is het ergens tussen ons fout gegaan. In de communicatie of weet ik veel wat. Of we zijn vergeten elkaar liefde te geven. Dat is dus een fout geweest van één van de twee. Het kan toch even dat je uit elkaar bent en weer. In elkaar springen. Nee, ja, toch? Ja, maar dat kan, dat is normaal. Dat is wat is dat gebeurd. Ja, dat vind ik. Ik vind persoonlijk, als je uit elkaar gaat, ja? Je hebt dan pauze. Je probeert elkaar weer de liefde te geven en ja. Je wilt gewoon elkaar weer vinden, zeg maar, hoe het eerst was. Ja. Dan ben ik van mening dat je niet dat moet gaan zoeken bij een andere persoon. Nou, maar af en toe heb je iemand anders nodig om te weten van enorm. Maar Jane had het ook uitgelegd. Ik had het goed, was ik had het goed bij hem. We hebben het niet zoveel anders gehad eigenlijk. En zij vond het, zij was een persoon die altijd mensen wou helpen. Dus eigenlijk heeft ze hem geholpen. Ze heeft hem geholpen met seks. Precies. Maar ook mentaal, geestelijk. Ja, mentaal, geestelijk. August was niet in orde, man. Hij was zelf ook leeg. Ja, ik snap dat hem. Dat is mij geholpen, geestelijk. Beetje borst. En dan ziek. Hij is echt ziek. Volgens mij, hij zou blind worden of zo, toch? Ja, maar hij wordt niet blind. Sobrada is overleden. Hij ging bij het gewoon. Die wifi van Sobrada is overleden. Dus hij maakt niet een tjoe. Sobrada had drie kinderen. Toch? Ja. Die waren eigenlijk wees nu, want ze hadden geen vader en moeder. En moeder. Dus hij moest kinderen opnemen. Ja, precies. Dus August is. En hij was jong, hè? Ja, hij nog steeds jong. Dat was er voor hem. Ja, maar, dus in principe, in die periode zijn ze niet op elkaar verliefd geworden, maar. Ik heb het eigenlijk geholpen, en daardoor is dat gevoel ontstaan. Precies. Maar vooral van zijn kant. Ja, want zij was niet verliefd op hem. Ja, precies. En zij is al gewoon ruimte om even weg te gaan. Zo kan je het zeggen. Maar het was in dezelfde hostel. Jezus. Ze waren in dezelfde hostel. Waarom zei hij? Auke sliep toen daar. Ja. Nee, zo ging het. In het begin hebben ze August in huis genomen. In het begin. Maar daarna toen Will en Jada uit elkaar gingen. Was hij niet meer toen was August niet meer in de huis. Hij was nog steeds daar om te slaan. Maar zo Will en Jada waren niet meer in hetzelfde huis. Dat probeer ik te zeggen. Oh nee, ja, maar. Ze begonnen in hetzelfde huis omdat ze samen waren. Will en Jada waren gewoon samen. En August kwam om hulp vragen eigenlijk. En pas toen Will en Jada uit elkaar gingen, toen pas is dat gebeurd. Ja, maar hij slaat
wil zijn vrouw in, die, in datzelfde huis waar ze naar beneden zitten. Ja. Oh, waar? Ja, dat wil ik zeggen. Dat wil ik zeggen. Dan gaan we naar een hotel of gaan naar ouders. Dat zeg ik. En dan ga je niet in die binnenkant. Waarom maak je onderscheid? Mij is toch luisteren? Maar, nee, ja. Maar omdat hij zei van, wil jij hierover praten? Oh, sorry, dat moet doen. Maar jij is lijp, hè? We moeten hiermee stoppen. Ja, daar moeten we stoppen. Incasseren gewoon laten. Ik hoor. Want, mag ik niet meer. Ik ga het eerst over. Ik probeer het. Maar ik snap wat je bedoelt. Ja, maar in ieder geval.